Ja, hij was super vet en allemaal goodies gekregen. Ja, jullie allemaal niet. En you get a PlayStation en you get a PlayStation. Jullie mogen niet houden, geen giveaway. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. De plek voor jullie hete stellingen. Mooi gezegd. Ja. Maar wat is je ijskoffie drinkt? Voor jullie coole vragen. Mooi. Onderwerpen. Ja, we hebben een heel cool onderwerp vandaag. Maar voordat we erover beginnen, we hebben de hele generatie zijn we aan het klaarmaken. Voor de E3. De nacht van de persconferentie. Nou ja, in ieder geval, ja. Ja, voor de hele E3. Maar er hangt nu bijvoorbeeld een webcam in het plafond. Wauw! Ja, dat is al wel vet. Dan kun je nog kijken hoe de redactie hier aan het werk is. Ja. En als je niks te doen hebt, dat is maandag op dinsdagnacht. Ja, avond. En dat het begint dus s'avonds hoor. Alle persconferenties, alle grote games worden aangekondigd. Ja. Het zal vast wel weer een groot festijn zijn. Wij zijn er dan bij, maar Daniel, Lenny, een heleboel andere redacteuren zitten dan hier om verslag te doen, nieuwtjes te typen en samen met jullie de persconferenties midden in de nacht te beleven. Ja, en ze gaan met ons bellen. Dus dan na de persconferentie bellen ze ons op en dan zitten wij in Games at Radio waar jullie aan het kijken zijn. Ja, hoe vet is dat? Ja, hij was super vet en allemaal goodies gekregen. Jullie allemaal niet. En you get a PlayStation en you get a PlayStation. Jullie mogen niet houden, geen giveaway. Ja. Bedankt voor de reacties van vorige week, dames. Het was een bewogen week weer. En natuurlijk, we gaan door met het voorborduren op de E3. Dus er is wederom een E3-stelling binnengekomen. En die is van 60, onze goede vriend Kevin. Kevin, bedankt voor je stelling. Hij vraagt... Ik noem hem altijd K-Man, mag dat? K-Man. Klinkt echt als iets met ketamine of zo. Maar, Kevin zegt, welke uitgevers verwacht je met VR-games te komen? En is dit de toekomst voor gaming? Dus virtual reality, welke uitgevers springen erop in... En wordt VR de toekomst van gaming? Peter, trap maar af. Auw. Achillesziel. Flauwe grap. Even kijken. Ja, goeie vraag. Toen denk ik hem zelf uitgekozen. Ik vond het een hele goede vraag. Ja. Thanks Kevin. K-Man. Goeie vraag. Goeie vraag. Oh, nog een item. Ik weet het niet, man. Ik dacht eerst van wel. Toen was ik heel erg hyped voor alles wat VR is. Ik heb letterlijk al VR-porno mogen meemaken. Oh ja, vet. Dat wil ik ook nog. Ja. Ik had opeens een één... Nou goed. Maakt niet uit. Ja. Dat is zo realistisch. Het gebeurde gewoon allemaal om me heen. Ja. Maar ik heb nu het idee dat mensen er toch een beetje klaar mee zijn alweer. Dat het toch allemaal zo is van ja, het komt wel en het komt ook wel. Maar het is zo huiverig. Iedereen is zo van ja, maar het is nog zo duur en de technologie is nog niet goed. En er zijn ook... Weet je, het valt of staat bij de software. En er zijn nog niet echt veel games die er echt op een leuke manier op inspringen. Ja, maar echt totaal niet bijna zelf. Nou ja, er zijn wel een aantal spellen waarvan je denkt van... Ah, leuk, experimenten. Bijvoorbeeld Adrift. Lijkt mij een fantastisch spel. Maar dan denk ik van, ja, er is niet één game waar ik dan voor zeg van... Nou, daar ga ik even €900 in investeren om mijn PC klaar ervoor te maken. Maar laten we even samenvatten. We hebben inderdaad... de laatste, Alien game was ook fucking vet in VR. Alien Isolation, ja. Maar die was niet supported. Nee, dat was gewoon toegepast. Dat was heel goed. Maar, oké, prima. Dat was wonky as fuck. Maar kijk naar onze afspraak op E3. Wat is VR? Alle grote titels die komen. Watch Dogs 2, Mafia 3. Dat soort toptitels. Nee, maar... Allemaal skitta VR. Nou ja, dat is het wel een beetje. Want ik zat er inderdaad ook aan te denken. Wij krijgen op de E3, er is wel wat VR. Maar dit zou het jaar kunnen zijn dat ze op de E3 volop inzetten op VR. Dat ze gaan met prijsverlaging. Dat ze allerlei toffe games aankondigen. Het gaat niet gebeuren, toch? Het kan nog wel. Ik bedoel, misschien heeft Xbox iets in de works voor Oculus en zo. Ja, hardwarematig. Dat is het probleem aan VR. Alles is hardware. Het is de PSP, de PlayStation Vita, de PlayStation Move all over again. Alles is hardware. Niks is software. Het is Kinect. Het is gewoon... de hardware is vet. Daar hebben we allemaal vertrouwen in. Maar er moet alleen wel goede software voor zijn, ja. Kijk naar Sony's line-up voor de E3. Het is alleen maar indie games. En laten we... Ja, echt alle PlayStation Plus games voor het komende jaar, zei Tom net. Dat helemaal terecht is. De line-up van Sony is letterlijk gewoon de kop. Had ook kunnen zijn, dit zijn de komende PlayStation Plus games. Het is echt dat je denkt van, waar is de AAA? Waar is de Last Guardian? Waar is... I know. Laten daar 5 titels van zijn voor VR. Die gaan ze ons laten zien op E3. Want we hebben een VR-sessie met PlayStation. Super vet. Gaaf. Maar waarschijnlijk krijgen we daar alleen maar wat we eigenlijk al... Want Leon en ik zijn de vorige 2 jaar naar E3 geweest. Beide jaren zeiden we, dit wordt het jaar van VR. Ja, en het is gewoon niet gebeurd, want je krijgt alleen maar tech-demo. Maal is scheepsrecht. Het gaat gewoon niet gebeuren, want je kan niet in het zo geniep, in het zo geheim... een aantal toptitels voor VR in ontwikkeling hebben... en dat niet nu al hebben aangekondigd, dan hadden we het nu al moeten weten. Ja, weet je, de industrie is gewoon huiverig. We hebben heel veel flops gehad in de games waarvan je denkt van... Oké, nieuwe hardware gaan we moeilijk op inzetten. Denk aan Kinect. Kinect 2.0, dikke flop. PlayStation Move. Ja, 3D.
4K komt ook nog niet door. Nee. Hel, op de consoles komt 1080p en 60 frames per seconde niet eens over. Nee. Hoe wil je dan in godsnaam een fijne VR-ervaring creëren? V-ervaring. Maar nee, ik weet het niet. Ik denk dat iedereen er huiverig voor is. Dit zou het E3-jaar van de VR kunnen worden. Maar ja, als het al 2 keer zo gepasseerd is eigenlijk, dan ligt het wel in het verlengde om te zeggen van misschien gaat heel de E3 er gewoon niet op inzetten zoals je zou hopen dat ze erop inzetten. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat wat dat betreft teleurstelling wordt. Maar of het de toekomst is, ik denk het wel. Ik denk wel dat VR de toekomst is. Ja, zeker voor films ook. Dat wordt heel vet. Films thuis. Films, porno natuurlijk uiteraard. Super vet in VR. Maar er zijn wel meer dingen. En we hebben een bezoeker. Ik denk wel dat het de toekomst wordt. Maar ik denk dat het gewoon wat langer duurt voordat we allemaal willen. Ja. En dat komt ook deels door ons, consumenten. Want wij hebben er ook geen zin in. De E3 bepaalt dit niet. De consument bepaalt of dit iets gaat worden. Dat is ook zo. Want ze hebben ook heus wel polls en of mensen interesse enquêtes, hebben. Dat, testgroups. Ja, dat doen ze echt wel testen. En als dat echt iedereen zo had van, ja, ik heb hier 1000 euro voor over, dan was het al lang er geweest. Dat is gewoon niet zo. Dat zijn nu nog een handjevol mensen en die zeggen nou, ja, VR wordt de toekomst. Net zoals in 2006 mensen zeiden, ja, smartphones worden de nieuwe telefoons. Ja, dat geloofde je in 2006 ook niet. Maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar deze E3, ik denk het ook niet. Hey, bedankt voor je stelling, Kevin. Super vet stelling. Ja, echt leuke stelling. Jongens, reageer op deze stelling. Wat hopen jullie met VR te zien of op de E3 te zien? En natuurlijk, je mag een nieuwe stelling droppen voor volgende week. Want dan is de Hot Coffee Show vanuit Los Angeles. Ja, dus dan wordt jouw stelling in de USFA gewoon behandeld. Ja, vanuit Nederland of België of Frankrijk stuur jij je stelling op. En dan gaat hij zo, hup, naar de VS. Via het interwebs of niet? Ja, via het interwebs. Wat vet. Dat is een serie van tubes, zeg maar. Ja, het internet. Zoals Bill Gates ooit zei. Maar goed, dan gaan we jouw stelling behandelen vanuit de VS. Dus drop iets leuks en dan gaan we het daarover hebben met waarschijnlijk 's werelds slechtste koffie. Want als de Amerikanen iets niet kunnen, is het goede koffie zetten. Absoluut. Dus tot dan, tot aan de andere kant. En check deze week nog Games. Er heel veel E3 content. We gaan onze agenda door. Nou, het komt van alles komt er langs. Die persconferentieavond waar we het al over hadden. Het wordt een veelbewogen week. Tot snel. Tot volgende week. Tot next week. In de US of A. Mooi gezegd, Tom. Yes. Ja, ja, goed. Yeah. Tot next week. Tot next week. In de Hot Coffee Show.